Hallo, welkom op het eerste en enige Nederlandstalige baardproducten review kanaal. Oftewel, welkom bij de Bearded Dude. Ja, inderdaad, ik zie er gepimpt uit, ben naar de barbier geweest, baardje bijgeknipt, kapseltje gedaan. Dus ik ben weer helemaal gepimpt. Dat brengt ons bij het volgende. Vandaag gaan we het hebben over pimps en poesers van Superfuddy. Maar, voor wij verder gaan met deze video, als jij meer wil weten over baardverzorging, baardproducten, welke baardproducten goed zijn en welke niet, hoe je welke baardproducten moet gebruiken, tips, trucs en nog veel meer andere baardgerelateerde zaken, dan is dit het moment om je hieronder te abonneren op dit kanaal. Dat is volledig gratis. Doe mij gelijk ook even een plezier en klik op het duimpje omhoog. Ik word er vrolijk van en het helpt bij het promoten van deze video. Alvast bedankt. Superfuddy is opgericht in Amsterdam door Iwan Della Morte. Hij staat erom bekend dat hij uitsluitend natuurlijke producten gebruikt, waar mogelijk van biologische oorsprong, en hij maakt geen gebruik van siliconen en dergelijke. Ook staat Superfuddy bekend om zijn extravagante geuren en pimps en poesers is daar een voorbeeld van. Om het maar gelijk over de geur van pimps en poesers te hebben, het is een heel complexe geur. Maar als je het flesje openmaakt, dan is deze geur het beste omschrijven als een zwoele geur die teruggrijpt naar een tijdperk. Namelijk de jaren 70, jaren 80. Het ruikt een beetje naar discotheken, spijkerbroeken, leren jasjes, tijgerbloesjes. Het ruikt gewoon naar een tijdperk. Dat is het beste hoe ik de geur kan omschrijven. Ik weet dat het een moeilijke omschrijving is qua geur, maar als jij in de jaren 70, 80 wel eens in een discotheek bent geweest op regelmatige basis en je ruikt deze geur, weet je exact wat ik bedoel. De kwaliteit, die is zoals ik van Superfuddy gewend ben, de beste kwaliteit. Het is een mooie, dikkere olie. Ik hou van een wat dikkere olies. Dat is, met een grijze baard, is dat een pre. Als je het product uit het flesje haalt, in het flesje kun je het ook zien, want het is een doorzichtig glazen flesje. Het product is lichtgelig van kleur. In je hand druppelen. Ik heb tegenwoordig iets minder nodig, want ik heb een wat korter baardje. Zo verdelen over de handen. Aanbrengen in de baard. Vergeet de onderliggende huid niet. Het is belangrijk dat je die ook meeneemt. En als je het dan aangebracht hebt, pak je even een kam. En dan kam je het geheel in model. Ja, inderdaad, ik kijk weer naar de zijkant. Ik heb daar weer een spiegel staan. Dat is me gelukt om er weer een te regelen. Dus ik zie weer wat ik doe. Nou, als je je baard doorgekamd hebt, de laatste tool om je baard goed in model te brengen, zijn je handen. Die zijn daar uitermate geschikt voor. Ik maak daar dus ook veelvuldig gebruik van. Zoals gezegd, een wat dikkere olie. Dus hij laat een mooie coating ook achter op je baard halen, waardoor je baard wat voller aanvoelt. De tijdsduur. De geuren van Superfuddy zijn vol en rijk. Je ruikt hem echt de hele dag. Dat is geen twijfel mogelijk. Dit ruik je gewoon als je het 's ochtends indoet. 's Avonds ruik je hem nog. De prijs. Een flesje olie van 50 ml kost je bij Superfuddy €18,90. Als je een beetje gaat zoeken online, kom je vast nog wel ergens een kortingscode tegen van Superfuddy. En dan heb je het nog goedkoper. Uiteraard, als je een combo neemt, is dat ook weer voordeliger. Dus voordeel op voordeel. Alle ingrediënten van deze olie, die zet ik weer in de beschrijving hieronder. Dan kun je het zelf nakijken. Daarbij ook een link naar Superfuddy. Daar kun je het bestellen.
Als je bij Superfurry bestelt, laat even weten dat je het gezien hebt bij de Bearded Dude, want daarmee steun je dit kanaal. De algehele indruk. Het zit in een doorzichtig glazen flesje. Je kunt zien dat de olie lichtgelig van kleur is. Heeft een pipetdopje met een rood blaasbalgje. Als je het pipetdopje inknijpt en je laat hem zich volzuigen met olie, dan zuigt hij ongeveer voor de helft aan olie op. Dat is ruim voldoende. Er zit een olie- en waterbestendig etiket op. Een leuk logootje. Heel simplistisch. Minimalistisch. Ik hou ervan. Furry Dandy staat erop. Pimps and Pushers. De fabrikant staat erop. Adres staat erop. Ingrediënten staan erop. De inhoud staat erop. Onderop nog een stickertje. Met de houdbaarheid. Tot wanneer je het kunt gebruiken. Alles wat ik moet weten staat erop vermeld. Zoals jullie weten test ik elk product op 10 punten. Daarin kunnen ze goed, gemiddeld of slecht scoren. Oftewel 1 punt, een half punt en 0 punt. Die punten die tel ik bij elkaar op en daar komt een eindscore uit. Een eindscore voor de Pimps & Pushers olie van Superfurry is 9,5. Onze vorige video had een sticker giveaway. Daarvan hebben jullie nog de winnaar te goed. Als jij jouw naam hierboven in beeld ziet staan, dan heb jij een setje stickers van de Bearded Dude gewonnen. Neem even contact op via mijn socials, dan zorg ik dat de stickers zo snel mogelijk naar je toe worden gestuurd. Bij 500 abonnees hebben wij trouwens weer een grotere giveaway. Tot slot nog even een vraag voor jullie. Ik heb deze geur net omschreven als een tijdperk, jaren 70, 80. Ik ben benieuwd, wat is jouw favoriete tijdperk? Was dat de jaren 50, de jaren 60, de jaren 70, de jaren 80, 90 misschien? Ofwel de jaren 2000? Ik ben heel benieuwd. Laat je antwoord achter hieronder in de comments. Dit was hem weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Felix. En ik ben de Bearded Dude.